Het avontuur gaat verder op het eiland Ios. Ios is een vrij onbekend eiland met slechts 2000 inwoners. Toch heeft het ook zijn eigen nachtleven en verschillende monumenten die het toch de moeite waard maken om dit eiland ook eens te bezoeken. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο με στη ξένη τη γιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Het eiland heeft vooral iets te bieden voor de fans van deze persoon, Homeros. We zijn hier nu aangekomen op het eiland Ios, voornamelijk bekend omdat hier het graf van Homerus zou gelegen zijn. En Homerus die kennen we natuurlijk als de bekende schrijver van de Ilias en de Odyssee. Θα πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο μορφό νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ μες στην Ικαριά. De beroemde witte molens zijn vooral bekend op Mykonos en Santorini, maar ook Ios heeft er dus. En verschillende van deze molens zijn intussen al vervallen, omdat ze hier niet vaak gebruikt worden, wat me ertoe bracht om nog eens te urbexen. Ah. Zo ziet dat er van binnen uit. Cool. En wel niet verzekerd natuurlijk hiervoor. Voor te urbexen in een vervallen molen. Maar we zullen dat toch eens doen. Voilà, hè. Pak weg dat onze molens wel betere kwaliteit zijn dan dit, hè. Allee. We hebben het gezien, hè. Nu niet zoveel te zien, hè. Vergeet die massa's toeristen in Mykonos. Ios is zoveel authentieker. Echt chic.
berenmolen dat je in kunt. Om eerlijk te zijn, we zijn allemaal nogal versleten. Die niet, die is nog intact. De Mils noemt het tavernetje. Authentiek met de was die aan het drogen is, de schoolkinderen die naar huis gaan. Zo'n kleine straatjes en toch rijden we hier nog door met de auto. Ik zal het bewijzen. Zo de max, hè. En als u nu denkt, oh, die mensen van Mundero, dat zijn nogal luie mensen, die gaan daar gewoon aan het zwembad liggen. Nee hoor, onze reisleider, die is nog van plan om er serieus de zweep op te leggen. We gaan nu hiken door de bergen van Ios. Hiken with a view. Heb ik nog voor een? Ja. Ik zal dat dan ook mee doen. Met gevaar voor eigen leven ging de groep van Mundero verder naar beneden. De afdaling naar het strand. We gaan gezellig hiken, zei de reisleider. Elisabeth, wat heb je ons aangedaan? Vreewijs. Zotgoe en show, ja. De Gentse woorden van de trip. We hebben nog niet veel Grieks geleerd, maar toch al wel wat Gents. Dus voilà. Jamas? Jamas, dat kennen we nu ook, ja. En Calimera. En nog eentje. Afgaristo. En dat betekent? Dank u. Ah, oké. Okay. Afgaristo dan. Afgaristo reisleider. Ah ja. Afgaristo.
te denken. Ja, ja, we zijn levend aan het strandje geraakt, al scheelde het niet veel. Nu, alle gekheid op een stokje, het was wel echt een mooie wandeling, dus Efcharisto, Elisabeth. De volgende dag is het tijd om mij eens te volgen. We gaan naar het graf van Homeros, de schrijver van de Ilias en de Odyssee. Volgens de Griekse mythologie zou de moeder van Homeros afkomstig zijn van Ios en zou Homeros zelf hier ook begraven zijn. Het graf van Homeros ligt op de top van een heuvel. We zijn er geraakt, de graftombe van Homeros, een van de bekendste Griekse dichters en schrijvers ooit, leefde in de klassieke oudheid. Het is niet 100% zeker dat hij nu eigenlijk echt hier begraven is, maar de mensen van Ios geloven het, dus wij geloven het mee. En het is hier echt een heel mooie plaats, mysterieus, mystiek, hier op een heuvel gelegen aan de zee. Dat past wel voor de schrijver van de Ilias en de Odyssee.
Ios weet ook uit te pakken met een amfitheater. Nu, voordat je denkt aan een oud-Grieks of Romeins amfitheater uit de klassieke oudheid, dit marmeren theater is veel minder oud. Het werd in 1997 opgericht en biedt plaats voor 1000 kijkers. Momenteel wordt het gebruikt voor openluchtspectakels en theater. En het is hier dat ik plotseling door mijn groepsgenoten werd uitgedaagd tot een spelletje Wat is de kans? Jammer genoeg verloor ik en het gevolg daarvan krijgt u nu te zien. Volgende keer vertrekken we naar onze laatste bestemming, het prachtige eiland Santorini.